relatief hoog, omdat de operatie absoluut geweldloos moest verlopen. De ME moest met speciale apparatuur te werk gaan om de veiligheid van de activisten te waarborgen. Gistermiddag werd de ontruiming van het tentenkamp voltooid. Aanstaande zaterdag gaan de activisten demonstreren in de Amsterdamse binnenstad. Ze zullen zich 's middags bij de dokwerker verzamelen aan het Jonas Daniel Meijerplein. Vervolgens gaat de tocht naar het huis van burgemeester Patijn, waar een petitie wordt aangeboden. Daarin eisen de activisten onmiddellijk staken van de werkzaamheden aan de Afrikahaven.